wilden eigenlijk onderzoeken wat drijft die mensen. En we wilden ook eigenlijk wel eens een keer weten wat is het verschil tussen drummen en slagwerken. Want hier bij het Muziekcentrum Nederland heb je echt... Je hebt een paar afdelingen, die werken ontzettend samen hoor. Maar je hebt drummers, slagwerkers, je hebt muzikanten, muzici. Dat zei ik vandaag ook al een keer. Dat vind ik een frappant onderscheid en daar wilde ik gewoon meer van weten. Slagwerk is in feite de overkoepelende naam, dus alles wat ik doe, behalve als ik zing of weet ik veel, of zingende zaag speel. Maar alles wat ik normaal gesproken doe, valt onder de noemer slagwerk. En onder de familie slagwerkers heb je drummers, je hebt percussionisten, je hebt lettenpercussionisten, je hebt klassieke percussionisten, paukenisten, marimba spelers. Maar dat zijn allemaal, we zijn allemaal slagwerkers. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten die je nodig hebt om een goede drummer te zijn? Nou ja, allereerst ritmegevoel, maar ook coördinatie en motoriek en muzikaliteit, gedrevenheid. Ja. Ik vind wel dat er een overeenkomst is tussen een keeper en een drummer in een band. Dat je dus als drummer ben je toch de backbone of zo. En op de achterste. Ja, je bewaart het overzicht. En ik vind dat drummers vaak ook heel goed overzicht hebben in songs en in het arrangement ook en zo. Drummers kunnen heel goed denken in structuren volgens mij. Want dat hangt heel erg vast aan het instrument ook. Dus daarin, ik weet niet, als keeper zie ik ook wel dat hij over het team van achteren een soort overzicht heeft. Als je veel in het Caribisch gebied komt of Latijns-Amerika of Afrika, dan hoor je gewoon de hele dag drums. Dat is niet zo van, oh, er zit iemand te studeren, wat een herrie. Dat is gewoon een normaal onderdeel van het leven. En wij hier, wij hebben geen ritmische cultuur in Nederland of in Europa. Dus wij worden allemaal weggestopt in hokjes. En dan moet je voor duizenden euro's moet je boel laten isoleren, zodat je maar niet de een of andere buurman stoort. Maar... Het wordt ook, er wordt ook tegen aangekeken als herrie in plaats van als muziek. I opened my soul, she said. I wanted to cure, she said. I needed to heal, she said. The pain in our hearts. Nou, en is drummen ook echt absoluut verslavend in a way. Ik denk dat wij dat alle drie wel herkennen. Het is gewoon wel echt, komt wel in een andere staat van zijn of zo. Bij mij zit dat heel erg op de energie ook, als pop- en rockmuzikant. Het is echt een energetische uitlaatklep. I need to lay down, she said. To cry for our love, she said. I'll never forget, she said. You're deep in my heart. Ja, ik vind zelf altijd dat als je naar een band kijkt, de kracht van de band zie je aan de drummer. Dat een goede drummer tilt een band echt omhoog. Die houdt de boel bij elkaar. Daar krijg je die strakheid van. Dat vind ik heel opvallend. En dat een echt goede band is ook gewoon strak.